Zo moet er wat gebeuren, denk ik. Ja, en ik moet hierop drukken. Ja. Goed, dankjewel dat ik hier mijn verhaal met u mag delen over participatie. Participatie is echt, nou, Lisbeth zei, het is mijn onderwerp en ik vind het fantastisch met mensen erover praten. Ik werd gevraagd om wat voorbeelden van participatie van, laat me zeggen, niet van Athene, maar van, wat, van nu, 2021. Hoewel Athene er 2-3 keer in voorkomt, dus terwijl we het niet afgestemd hebben. Dus blijkbaar is er iets gaande met participatie en Athene en 2021. Mijn naam is Joop Hofman en ik ben bezig in binnen- en buitenland met participatievraagstukken. En als het gaat om participatie, dan hanteer ik zelf altijd een aantal doelen. Wat wil je nou met participatie? Net als je op het doelmiddel. Nou, je kunt participatie inzetten als versnellen, de acceptatiegraad te verhogen. Ik zag laatst het nieuwe woord was de publieke ondersteuning verwerven. Ik denk dat is een ander woord om te zeggen, ik heb een idee, vind jij dat ook? Maar dat klinkt al veel beter. En je ziet andere groepen van participatie, dan namelijk van participatie gericht op betere keuzes. Als we met die samenleving in het gesprek gaan, dan krijgen we betere keuzes, meer creativiteit, meer kennis. En we krijgen betere keuzes omdat die keuzes meer gelegitimeerd worden in die samenleving. Is dit ook het voorbeeld van die samenleving? En derde is participatie, wat net ook alweer druk komt, participatie is doel. Want ik denk dat participatie op zich ook een doel is. Het heeft niet alleen als bedoeling om een plan te versterken, maar heeft ook een doel om die samenleving te versterken. Omdat participatie aan zich ook een waarde is, een gebonden samenleving. En als laatste vind ik ook nog dat we gewoon los van wat doelen van participatie vragen zijn en doelen zijn, dat primair is samenlevingsvraagstukken zijn van een vraagstuk of zijn van de samenleving. Het is gewoon de samenleving, dus hoezo zou het zonder samenleving moeten doen? Wimke Heurt die stad, zag ik onlangs in Berlijn. En Alex de Tocqueville, staatsman, filosoof, heel erg de democratie in Amerika onderzocht, die heeft dat fantastisch. Die noemt het ook de health of the democratic society may be measured by the quality of functions performed by private citizens. De samenleving wordt gevormd, de democratie, kun je hem afmeten aan de manier waarop bewoners met elkaar dingen organiseren. Nou, dat is mijn standpunt van participatie. En we gaan iets vertellen over wat er binnen. Ik wil iets vertellen. Wat gebeurt er nou binnen die overheden op dit moment aan participatie? Wat gebeurt er buiten in die wijken, gemeenten? Want het is wel heel vaak in wijken. Dat is wel zo. De schaal van provincie is een schaal waar we nog heel veel dingen moeten uitvinden. En wat gebeurt er tussen binnen en buiten? Ik zal wat voorbeelden noemen die geen mainstream zijn. Dat is wel de voorhoedebeweging. Het is niet dat heel Nederland ermee aan de hand is. Maar je ziet op een aantal plekken. En ik dacht, dat gaan we natuurlijk doen met de ploeg. Want wat is er Groningser dan de ploeg? De kunstkring, de ploeg, de club. Die ook als opdracht voor zichzelf had gezegd van we gaan de boel omboelen. Dus misschien is dat ook wel een leuk idee om even hier de boel te gaan omboelen. En het is expressionistisch en er zit altijd een hele hoge horizon aan. Dus misschien moet ook de participatie wel met die hoge horizon van de ploeg iets wat verder ontwikkelen. Nu moet er wat gebeuren. Wat gebeurt er eigenlijk binnen in al die instituten op dit moment als het gaat om participatie? Nou, binnen zie je een aantal dingen. Dus niet eigenlijk binnen. Je ziet eigenlijk dat we wel willen met participatie, maar het lukt ons niet op een of andere manier. Op een of andere manier, natuurlijk zijn er een mooie voorbeelden en ik denk dat u nog meer krantenartikelen kunt bedenken dan ik, maar op een of andere manier lukt het ons niet. Met volle overtuiging staat het overal in met participatie en ik denk dat het oprecht is, maar we kunnen op een of andere manier geen vorm eraan aangeven. Daar zijn we een beetje mee aan het gedoe. En tegelijkertijd zien we dat burgers ook hun mond open doen. Die doen niet het mond alleen maar open omdat ze tegen zijn, maar omdat ze betrokken zijn. Omdat ze iets willen. Omdat ze echt wel met het stikstofvraagstuk aan de slag willen. Omdat ze echt wel met die biodiversiteit aan de slag willen. Omdat ze echt wel, wat hier op het onderste plaatje staat, mensen in het plaatje Hengelo, waar gaat het over 4500 mensen komen in beweging omdat ze een ander marktplein willen. Die komen gewoon in beweging. Ze mensen willen iets. En nu gaat alles uit. En weer terug. Ja, hadden we maar meer techniek. En dit vind ik toch wel verontrustend. Dat uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren een ander kiesstelsel wil. Dat is ook een ding om over na te denken. Dat jongeren zeggen van, en jongeren zijn heel betrokken. Hè? Zeg niet dat jongeren niet betrokken zijn. Want dat gaat om milieuvraagstukken, duurzaamheid. Maar die zeggen, die gaat hem niet meer worden met dit kiesstelsel. Dat is ook een ding om eens over na te denken. En participatie binnen is, laat maar zeggen, het is salonveeg.
Als je een tijdschrift hebt en als je congressen hebt met dat titel De Dag van de Participatie, dan weet je, nou, participatie is in elk geval nu binnengehaald. Het is officieel iets geworden, het is een instrument geworden, het is van de overheid geworden. We schrijven er boekjes over, we hebben het als de mensen over, dus participatie is wel salonveeg. En tegelijkertijd zeg ik wat ik net ook al zei, we zijn oprecht, dat zie ik echt binnen, oprecht aan het zoeken naar andere wegen. Zowel de politiek als de samenleving is oprecht aan het zoeken naar andere wegen. Hoe kunnen we het anders doen? Hoe kunnen we anders verhouden tot elkaar? En ik denk dat deze bijeenkomst daar ook een voorbeeld van is. Maar nou niet weten hoe. Tegelijkertijd zien we nog wat anders bij het zoeken van die wegen. Dit vond ik wel een hele interessante. Een onderzoek van de VU uit Amsterdam. Die zegt van, als een organisatie procedureel is ingericht, bestaat de neiging om de participatie ook zo in te vullen. Dus participatie volgens stappenprocessen. Volgens integratieprocessen. Misschien wel via leidraden. En eigenlijk zeg maar, moet een gemeente, ik denk dat ook voor de provincie geldt, moet meer waardegericht, meer vanuit lerende culturen. En je ziet de participatieprocessen die echt werken, zeg ik dan. Dat zijn de participatieprocessen waaruit dan lerende culturen, vanuit oprechte duurzaam samenwerken met elkaar, omdat we vinden dat duurzame samenwerking met elkaar een relatie aangaan van waarde is. En niet omdat we een vinkje moeten zetten op de participatieladder. En het gevaar, zeker bij procedureel ingerichte organisaties, is dat we procedurele georganiseerde participatie gaan opzetten. En dat wordt steeds meer, want je ziet steeds meer dat participatie ook een institutionele veranderopgave aan het worden is. De omgevingsvisie. Alle gemeentes moeten volgend jaar een participatieverordening hebben. We omarmen het steeds meer van binnenuit, maar tegelijkertijd weten we ook, het wordt steeds institutioneler. En dat brengt het gevaar met zich mee dat het een afvink handeltje wordt. Dat we, oh, dit moeten we ook nog even doen. We gooien het in de participatie, moeten we ook doen. We brengt gevaar met zich mee dat het afstandelijker wordt. We brengt gevaar met zich mee dat we de participatie gaan inhuren. Ik zie de bedrijfjes al overal opkomen die de participatie aanbieden. Terwijl participatie is gewoon dat we een daadwerkelijke duurzame relatie met elkaar aangaan. Dat kun je ook niet uitbesteden. Participatie kun je uitbesteden. Dat doe je met elkaar samen. En een ander punt is, wat ik heel erg binnen zie, is dat we het niet klein kunnen maken. We willen heel graag, de andere plaatje komt zo nog. We hebben de grote verhalen, en dat geloof ik ook echt, maar we kunnen het niet klein maken. We kunnen niet voorstellen dat participatie ook in de huiskamer is praten met 4 mensen. We kunnen niet voorstellen dat het kleine. Participatie moet groots overdonderend, liefst met 4000 mensen zijn. Participatie is soms ook heel klein. Met hele kleine dingen, heel rommelig, in keukentjes en dat soort toestanden. En daar moeten we ook aan toegeven dat het soms heel, dat soort dingen is. En participatie is, ik heb ze hiernaast gezet. Soms heb je wat van die voetbalwedstrijden. En je ziet het onmiddellijk dat er al meer talkshows zijn over de voetbalwedstrijden dan de voetbalwedstrijden. En ik heb soms ook het idee dat er in participatie meer geïnvesteerd wordt in wetenschappelijk onderzoeken, in monitors. En we moeten leren, we moeten vooral leren. Maar we hebben soms maar, de voorbeelden zijn echt kleiner soms dan de wetenschappelijke rapporten. Dus wij moeten toch veel meer durven in. Doe nou eens gewoon. Laat ons gewoon een aantal dingen doen. Laat ons gewoon doen. En we moeten ervan leren. Maar het aantal talkshows is vaak hoger dan de voetbalelftallen. Wat zie je buiten? Dat is niet helemaal buiten. Wat zie je buiten in die samenleving? Dat is het hoopvolle gedeelte. Daar zie je allerlei dingen gebeuren. Dat is ook een beetje buiten, maar dan wel vanuit participatie, waarin wel gemeentes vaak, maar ook andere overheden een ondersteunende rol hebben. Maar wat zie je buiten? Je ziet een aantal dingen. Ik heb net al het voorbeeld van Hengelo genoemd, omdat ik een fantastisch voorbeeld ben van moderne participatie. Hengelo is een marktplein, speelt zich in een gemeente af, ik weet het, wat al 25 jaar niet ingericht is. Al 25 jaar, de ene wethouder valt erover dan de ander. Het heeft miljoenen gekost, ze komen er niet uit. De raad, dus de volksvertegenwoordiging heeft ingegrepen en zei van, en nu gaan de burgers het doen. Wij komen er niet meer uit na 25 jaar. En dat kwam ook omdat burgers in verzet kwamen, want de gemeente had een participatieproces, deden heel veel mensen mee. Toen bleek dat er net zoveel andere mensen niet aan meededen, die waren tegen. Dus dat is ook weer zo mooi. We hadden een mooi participatieproces, we hadden het beste communicatiebureau ingehuurd. We deden 4000 mensen mee, en daarmee gingen er 4000 andere mensen in een protest door het centrum van de stad. Nou, dat is ook wel weer interessant natuurlijk. Hier zitten ze allemaal. Dit is niet een verzameling van enige jaren. Dit is de krant gewoon 6 maanden lang in Hengelo. Dus dat is het sentiment. En dit is ook diezelfde krant in diezelfde 6 maanden. Eigenlijk had iedereen het opgegeven. En wat blijkt nu? Dat inderdaad in 6 maanden tijd 3500 burgers iets voor elkaar kunnen krijgen. Waar meer dan 20 jaar ruzie over is gemaakt in de politiek. Waar wethouders hebben gewoon, die komen er gewoon uit.
Iedereen is tevreden, vindt fantastisch, fantastische oplossing. De hele stad omarmt het voorstel en de gemeenteraad is ermee akkoord. Bewoners lossen het op. Bewoners lossen echt een heleboel dingen op. Misschien gelooft u het niet, maar echt waar, bewoners lossen een heleboel dingen gewoon op. Misschien moet u wel zeggen, als we echt complexe vragen hebben, gaan wij het niet meer oplossen, gaan bewoners dat doen. Engelo toont dat gewoon aan. Het is geen burgerberaad, maar het is misschien ook wel weer een burgerberaad om het zo te laten zien. En een ander vraagstuk waar wij ons mee over na moeten trekken is de vraag van, wij gaan de vragen in de wijk ophalen. Ik weet niet of u dat doet, maar ik heb altijd zo, waarom gaan we de vragen ophalen, waarom gaan we het antwoord niet ophalen? Dat vind ik altijd heel interessant dat wij altijd de vragen ophalen en nooit het antwoord. Terwijl ja, dat vind ik interessant hoor. Maar eigenlijk moeten we die vraag niet stellen, want het stellen van die vragen betekent dat we zeggen, wij gaan de vragen ophalen, zodat wij een antwoord kunnen geven. En dat antwoord moet niet meer van ons komen. Wij moeten een relatie ophalen. Wij moeten niet een antwoord ophalen, want daarmee zet ik onszelf als institutie centraal. Wij zijn de oplosser van uw problemen. Daarmee maken die burgers weer consument. Geef u maar aan wat wij doen, wat u wilt, dan kunnen wij het ophalen. Wij gaan niet meer, ik zou dat echt willen, geen vragen meer ophalen, antwoorden ophalen en relaties aangaan. Dat is de opdracht ook voor overheden. En buiten zie je ook dit soort vraagstukken. Je ziet enorme collectieve inzet van burgers. Maar tegelijkertijd burgers zeggen, ja, kom erbij, we redden niet meer, we zitten in besturen, we hebben meer mensen nodig. En tegelijkertijd zie je ook wat anders. Rond dit verhaal zie je nog iets. Je ziet overal nieuwe gemeenschapsvormen, nieuwe burgercollectieven opstaan. En dit zijn er heel veel. Dit is het plaatje van, dacht ik, vorig jaar. Er zijn iets van 1500 tot 2000 nieuwe burgercollectieven. En die burgercollectieven die houden zich bezig met publieke vraagstukken. Niet met een individueel ding, maar publieke vraagstukken. Die maken ook afwegingen in die publieke vraagstukken met elkaar. En het onderzoek in België blijkt dan in dat die burgercollectieven geen problemen hebben met mensen aantrekken. Die hebben juist het probleem dat er veel mensen zich melden. Dus gaan veel meer burgers actief worden. Want mensen willen niet meer meedoen in de bestaande structuren. Ook niet meer meedoen in de dorpsraad. Willen niet meer meedoen in die dingen. Maar willen hun eigen clubje vormen. Dus mensen willen steeds hun eigen clubje vormen. Niet meedoen met het clubje van anderen. Maar met ons eigen clubje vormen. En je ziet dus dat al die gemeenschappen. Die collectieve gemeenschappen van burgers. Dat die groeit als tierenlier. En die trekken ook allemaal hele actieve burgers aan. Dit zijn wat cijfertjes. En zijn echt niet meer de meest recente. Maar inmiddels hebben we al 300 collectieve. Publieke collectieven van burgers rondwonen, soort wooncoöperaties, meer dan 500 zorgcoöperaties en 623 energiecoöperaties. Burgers die zelf de publieke vraagstukken organiseren. Niet alleen inzetten, maar publieke vraagstukken en ook de publieke afwegingsprocessen. Hoe gaan we het doen met z'n allen? Wat betekent dat voor de samenleving? Dingen die bijna traditioneel voor de politiek was, gaan burgers nu zelf oplossen. Nou, die beweging is heel nadrukkelijk aanwezig en dan krijgen we dit speelveld. Maar dat is net al uitgelegd, soms zonder dat we het wisten. Die beweging, we gaan niet van overheid naar markt, maar die burgerij, die gemeenschappen, was een zeer centrale speler. Voorbeelden zijn, en dat kent u vast, want u is vast de provincie Groningen ook hierbij betrokken. Nieuwe vormen van gebiedscoöperaties. Dit is dan het Westkwartier. Meer commons-achtige vraagstukken. Coöperatieve verbanden van burgers met ondernemers, met onderwijsclubben, met, nou weet ik veel allemaal, gedeeld eigenaarschap, die samen vraagstukken aanpakken. Die moeten wel overigens lokaal ontwikkeld worden, want ik zie alweer de angstige dingen dat we nu nieuwe concepten van gebiedscoöperaties hebben. Ja, dan denk ik, ja, dan wordt weer van bovenaf een concept bedacht wat in het gebied moet dalen. Dus dan hebben we een beetje top-down bedacht dat het bottom-up moet. Dat gaat niet werken. Ook wat voorbeelden van buiten. Misschien kent u dit soort beelden wel van coöperatie, van participatiebijeenkomst. Nou, het ziet er ook een beetje zo uit, een beetje hangend. We gaan geeltjes plakken. En we gaan nog meer geeltjes plakken als het goed is. Als de techniek mee toelaat. Nou, ja, slaat wat over computer 6. Nou, en dat is interessant, want daar zijn ook boeken voor geschreven. Dat moet ik echt zo doen. Dit is een voorbeeld uit de Amsterdamse K-buurt. Die buurt heet nog een keer zo, Zuidoost. En daar moest ook een plein ontwikkeld worden. Fantastisch participatieproject. En wat deden die inwoners daar? Die gingen in. Druk maar eventjes, ja. Oh nee, wat ik daarvan geleerd heb, dankjewel, is dat zij me uitgelegd hebben, de heer Joop zegt, wat de overheden willen is een nieuwe vorm van beslisdemocratie. En wat wij willen is een nieuwe vorm van doedemocratie. Want die overheid wil ons allemaal dingen, nieuwe vraagstukken rond, nieuwe verhoudingen, nieuwe macht, nieuwe vormen van gelijkheid, die we allemaal kaders stellen. Terwijl wij het met z'n allen samen willen ontwikkelen, als partner. Soms een beetje rommelig. Zeg maar, we willen dat gewoon samen ontwikkelen. We willen niet meedoen in het van tevoren uitgelegde structuurtje van participatie. Dus wat heeft die buurt gedaan? Die heeft een participatiestaking georganiseerd.
En dat was een interessante participatiestaking, want er deden meer mensen mee aan een staking dan in het participatietraject. Nou, dat wordt wel interessant natuurlijk. Dus die mensen gingen, nee, participatie, we doen niet meer mee, we gaan onze eigen participatie ontwikkelen. En die participatie werd wel heel interessant, want er deden veel meer mensen mee, was veel diverser. En zo langzamerhand heeft de K-buurt, waar het heel moeilijk in was, geldt nu als voorbeeld, misschien moet je even drukken, want de techniek, inmiddels geldt die buurt die heel moeilijk te participeren was, via onderzoek nu als voorbeeld van inclusieve burgermacht, zo heet dat dan. Maar deze buurt heeft uitgevonden hoe je met z'n allen, met alle groepen van mensen, alle diversiteit, hoog, laag, kleurtjes, samen de buurt gaat ontwikkelen. Dat doen ze via doedemocratie en daar worden we heel onrustig van. Want er is geen structuur voor, er zijn geen ladders voor, er zijn geen protocollen voor. Mensen doen het met elkaar samen en krijgen er steun van de overheid. En dat is misschien ook wel kenmerkend voor nieuwe vormen van participatie. Het gebeurt, zoals we weten, tussen de linies. Participatie, maar misschien bijna alle projecten gebeurt tussen de linies. We gaan altijd de mooiste projecten bedenken. We bedenken allemaal de beste. Het gaat steeds moeilijker te worden. Oké, dat is goed. Maar zo gaat het ook goed hoor. Dus het is wel. Participatie gebeurt tussen de linies. Gebeurt nooit op de vergadering, gebeurt nooit in de strategisch overleg, gebeurt nooit in het overleg, maar gebeurt altijd wat er omheen gebeurt. En dat zult u allemaal herkennen. Dus je moet ook zorgen dat je veel dingen wat eromheen. Je moet eigenlijk participatietrajecten creëren met veel ruis. Want in de ruis gebeurt het. Dan worden we ook een beetje onrustig van, maar in de ruis gebeurt het. En veel pauzes, dat heb ik ook geleerd. Participatietrajecten, veel pauzes, wanneer de pauzes gebeurt het altijd. En dit soort dingen hebben. En dat kun je bijna niet organiseren. Ik vind het ook heel interessant hoe je als overheid of als gemeente of als provincie daarmee in de slag moet. Want eigenlijk, we weten dat in de ruis, in het gedoe, in de tussen de linies, daar gebeurt het allemaal. Dus je moet zoiets. En daar heb je dus wel weer linies voor nodig. Maar je moet er weer niet op vertrouwen dat het om die linies gaat, maar wat daartussenin gebeurt. En dat noemen we zandbakmanagement. En zandbakmanagement is eigenlijk dat je met z'n allen aan de slag gaat zoals we vroeger in de zandbak aan de slag gingen. Toen hadden we ook geen protocol, hadden we geen participatiestatuut. Gingen we gewoon in de zandbak met elkaar spelen en we kwamen er altijd uit als kinderen. We snapten dat op een of andere manier, waren geen vakbond waar we op terug konden vallen. We gingen met z'n allen spelen. En als kinderen nu in Frankrijk op vakantie gaan en die gaan spelen met de Spaanse en de Franse kindertjes, dan komen ze er altijd uit, ondanks taalgebrek, komen ze eruit. En wij moeten meer leren dat soort dingen vanuit de zandbak met elkaar aan de slag te gaan. Gewoon erin duiken. We hebben allemaal geleerd, dat kennen we allemaal. Loop de tijd hebben we dat allemaal afgeleerd. Want we dachten dat we een start-up moesten hebben, een project-start-up, et cetera. Hoef je niet te hebben, je hoeft gewoon te beginnen. En dan is dit een beetje deze zandbak. Dit is een beetje mijn angst. Hè? Maar die zandbak zit dezelfde ingrediënten als de vorige zandbak. De kunst, maar je voelt wel aan dat dit niet de zandbak is wat gebeurt. Hè? En hier zit niet de linies, hier hebben ze de linies overeind gehouden. Het gaat natuurlijk om die vorige zandbak, waarin van alles gebeurt. En dat heet zandbakmanagement. En daar hebben we hele theorieën over geschreven, maar ik snap, u moet die theorieën maar opzoeken, denk ik dan, of we gaan het even door. En dat betekent dat je zowel denken, handelen en organiseren tegelijkertijd doet. Vanuit doen. 2 minuten. Gaat super snel door. Want we gaan de raad nog. Nou, wat is conclusie rond het eerste gedeelte? Ik denk dat we op dit moment onze bewoners kwijtraken door al die participatievormen. Ik denk dat bewoners steeds meer andere traditionele organisatievormen van bewoners werken niet meer. Werken echt niet meer. Maar nieuwe vormen wel, moeten we aan wennen. En we laten heel veel, door traditionele participatie laten we heel veel dingen onbenut. We laten heel veel energie onbenut, heel veel creativiteit. En we laten de milde geluiden onbenut. Dus de genuanceerde geluiden. En nu ga ik heel snel naar die laatste. Wat gebeurt er naar buiten? Dus vind ik een heel interessant, is ook door de provincie ondersteund. Maar dan is het dorp Raalte, daar hebben bewoners uitgeroepen, we moeten andere verhouding tot de overheid hebben. En die bewoners hebben zich genoemd mangs bij de bangen. Dat is Zaalands zo vaak bij de bang. En zeggen, wij zijn vaak te bang als bewoner om op te staan. En overheid, jullie zijn vaak te bang om los te laten. En als we nou eens even elkaar even groen, recht in de bek kijken, zoals ze daar zeggen, daar moeten we mee aan de slag met z'n allen. Wij moeten vanuit onze eigen angst met elkaar de slag gaan. Het was even wennen voor de gemeente. Want die bewoners zeiden, we willen een gelijkwaardige relatie met jullie. En we willen een bestuurlijke vernieuwing. En de gemeente dacht, nou, maar hebben wij dan een programma voor? Nee, bewoners, wij beginnen alvast met een angstbeurt te bangen. En die bewoners hebben gezegd, we willen de gemeenschap als startplek om met aan die nieuwe verantwoordelijkheden te werken. Daar kan ik heel veel over vertellen. Maar daar hebben ze een vorm van burgerbegroting. En wat interessant in dit gedeelte is dat de afwegingsprocessen die in het dorp gemaakt worden, door het dorp zelf gemaakt worden. Ook de afwegingsprocessen die de politiek eerst gemaakt heeft voor het dorp. Dus het dorp
mag als gemeenschap het politieke besluit van de raad herroepen. En dat is wel een heel interessante. Deze sla ik lekker over. Sla maar even, druk maar 4, 5, 6 keer om het knopje, want dat is allemaal. Want deze wil ik nog wel even noemen als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Je ziet als nieuwe ontwikkeling dat de term wijkdemocratie of gemeenschapsdemocratie opkomt. Dat is echt een term wat nog maar 1 jaar of 2 oud is. Waarin het dus vaak gaat niet participatie in plannen, maar hoe kunnen we de democratische gehalte van processen in een wijk of mensen met elkaar, hoe kunnen we dat verhogen? En dan zie je vormen als loting terugkomen. Er is net wat over gezegd, dat schakt dus ook niet te veel. Hoewel een van de mooiste voorbeelden van loting heeft zich in deze stad afgespeeld. In de coöperatieve wijkraad van de Oosterparkwijk. Dus zoek even de evaluaties op. Hele interessante evaluaties. En andere vormen van gemeenschapsdemocratie zijn burgerberaden, maar ook burgerbegrotingen. Waarin inwoners zelf grote budgetten, zelf afwegingsprocessen maken. Een voorbeeld daarvan hieronder is Zeist. En dat is een burgerbegroting die net iets anders eruit ziet dan traditioneel. Want Zeist had bijvoorbeeld een begrotingstekort van 2,5 miljoen. En vroeg aan de inwoners, via een vorm van een burgerbegroting of burgerberaad, weet we niet, willen jullie er aan meedoen? En meer dan 1000 mensen gingen zich melden. Daar willen wij over meepraten. Dus participatie gaat ook niet alleen om mijn idee, gaat ook niet alleen om mijn belang. Gaat ook om een soort collectieve zorg van onze gemeenschap en daar willen wij in investeren. Meer dan 1000 mensen. En dat was het probleem voor de gemeente, want ze hadden 150 mensen uitgenodigd. Dus dan heb je nog 850 mensen die ook mee willen doen met de democratie. Maar meer dan 1000 mensen, ja, daar gaan we meedoen. En binnen 3 maanden hadden zij de 2,5 miljoen opgelost. En zo kan ik u meer voorbeelden. Dus je ziet steeds meer democratiseringsagenda's ontstaan. En Liesbeth gaat al staan, dus we moeten nou supersnel. Groningen is ook wat. Voor u misschien interessant om de Senaat van Friesland, ook een voor die wil ook burgerberaad. Dus de commissaris van de Koning in Friesland wil geloten burgers hebben als de Senaat van Friesland. Heel interessant. Steeds opnieuw 25 geloten burgers die maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Dit slaan we allemaal over, jongens. Dat is echt zo mooi. Echt waar. Echt waar. Maar daar ligt. Ik heb geoefend en het duurde 16 minuten. Maar ja, toen maar. Dat is, En hier wil ik zeggen dat je die participatie laat. Misschien worden jullie daarmee doodgegooid. Verkerm. Participatie later uitgaat vanuit van hiërarchie. Dus, en het gaat niet meer om hiërarchie. Ga dan dat we het samen met z'n allen doen. En dan gaat het steeds de vraagstuk: hoeveel hiërarchie delen we aan de ander uit? Ga er niet meer om. Gaat om hoe we echt gelijkwaardig met elkaar aan de slag kunnen. Vanuit energie, vanuit betrokkenheid, vanuit eigenaarschap. En niet vanuit die participatie later. Dus als je hem ziet, echt skippen met je hele handel. Het is echt mijn doel van dit jaar bijna. Eindconclusie. Participatie werkt fantastisch. Moet je even eentje terug doen. Als de bewoners zelf voorop staan. Als de bewoners zelf de agenda maken. Als de bewoners zelf het plan en het proces kunnen maken. Is heel riskant. Maar dat je bewoners niet meer uitnodigt voor het proces. Maar wij gaan het proces maken. Je ziet steeds meer online participatie. Wat ook heel fantastisch doet. Participatie werkt als je met z'n allen in de zandbak durft te duiken. En ik weet niet hoe je dat als overheid dat moet regelen. Maar je gaat dat straks oplossen. Ja. Participatie lukt als je heel erg denkt vanuit een burger-burgerrelatie en minder vanuit een burger-overheidsrelatie. Dus wat kun je nou als overheid bijdragen aan die burger-burgerrelatie en niet primair aan die burger-overheidsrelatie? En participatie moet ook leuk zijn. Dus ik ben blij dat jullie zeggen van met plezier aan het werk. En tenminste dat jullie dat vast gaan stellen. Dat moet nog, dacht ik. En doe-democratie werkt ook. Maar doe-democratie is een beetje chaotisch. Een beetje gedoe. Is een beetje zandbak.